We zijn hier op tennisvereniging Soest-Zuid in Soest. Ik zit in de commissie voor de baanrenovaties. We hebben 5 van de 8 banen gerenoveerd en in de commissie voor duurzaamheid. En daar valt onder andere de installatie van de LED-verlichting onder. Wij zijn aan het kijken geweest naar een aantal leveranciers. En volgens mij via onze voorzitter werden we op de hoogte gebracht van wat Ellie Sports kon brengen. We hebben 8 buitenbanen. De 2 hierachter, daar hangen 800 watt lampen in. Dat zijn 4 masten van 15 meter hoog. En daar hangen aan de andere kant, in 8 masten, hangen de 1800 watt lampen. Want dat zijn 3 velden in een baanvak. En juist ook om het middelste veld goed en egaal verlicht te krijgen, hebben wij bewust gekozen voor de 1800 watt lampen. Wat we nog gedaan hebben ook is een lichthinderberekening laten maken om ook gewoon te zien wat het doet op de gevels, met name van de buren. Wat ons zo enthousiast maakt is dat de lichthinder die het oplevert, doordat je heel scherp het licht kunt zetten, ja, tot een minimum beperkt wordt. En we zitten hier met buren om het park. Ja, die hebben nu gewoon donkere achtergevels in plaats van helverlichte achtertuinen. En dat is een wereld van verschil. Dus we zien nu het resultaat. Het hangt nu een paar dagen. Ja, het is echt verbluffend goed. Het is echt heel mooi. Wat wij verwachten aan besparingspotentieel, wat we vooraf berekend hebben, is dat dat een besparing oplevert van ergens richting de 70% van het energieverbruik ten opzichte van de oude lamp. Dus duurzaamheid is voor ons echt wel een onderwerp geweest waarom we ook tot dit soort keuzes gekomen zijn. En de oplossing die we hier nu hebben hangen van Ellie Sports is echt, ja, dat is wat ons betreft op dit moment echt het beste wat je kunt krijgen.